Hey, hallo. Ja, ben ik weer. Ik heb de vaart er even goed in. Heb nog een achterstandje dat ik even wil wegwerken. Vandaag bespreek ik een boek dat afgelopen jaar erg populair was in de Verenigde Staten en dat op de longlist voor de Booker Prize 2020 stond. Vandaag bespreek ik Such a Fun Age van Kylie Reid. Het boek is ook uitgekomen in het Nederlands onder de titel Zo'n leuke leeftijd. Die vertaling is uitgekomen bij uitgeverij Prometheus. Het zou je inmiddels niet verbazen dat ik de Engelstalige versie las. Het boek gaat over Amira, een zwarte jonge vrouw die nog niet zo goed weet wat ze met haar leven wil. Ze werkte als babysitter voor een succesvol gezin. Vanwege een noodgeval wordt Emira 's avonds laat gevraagd of ze kan komen werken. En ze neemt de peuter mee naar een avondwinkel. Maar wordt daar staande gehouden omdat men haar verdenkt van het kidnappen van dat kind. Het voorval zet een hele reeks gebeurtenissen in werking die de relatie tussen Emira en de moeder van het kindje waar ze op past. Op scherp stelt. Die moeder, Alex genaamd, doet er na het voorval echt alles aan om de band tussen haar en de Mira te verbeteren en gaat daarin echt heel ver, veel te ver. Het is direct duidelijk waarom deze roman zoveel mensen aanspreekt. Such a Fun Age is echt enorm vlot geschreven en is zeer meeslepend in het neerzetten van het zich aftekenende conflict tussen Mira en Alex. Bovendien worden er enorm veel populaire thema's rond racisme aangesneden. Het hele white savior complex speelt een enorme rol en ook wordt heel erg duidelijk geïllustreerd hoe wit privilege werkt. De maatschappijkritiek wordt ook nog breder getrokken. Alex is iemand die vol voor haar carrière gaat, maar eigenlijk nauwelijks aandacht heeft voor haar kinderen. Iemand die überhaupt eigenlijk alleen maar geïnteresseerd is in mensen in zoverre ze haar verder kunnen brengen. En ze is ook iemand die geobsedeerd is door hoe andere mensen haar zien. Emira aan de andere kant wordt heel erg gepusht door haar omgeving om een echte baan te zoeken, veel geld te verdienen en het wordt niet geaccepteerd dat ze nog zoekende is naar wat ze wil. Ze werkt veel, maar ze is amper in staat om de eindjes aan elkaar te knopen. Reed lijkt in de personages van Alex en Amira te willen laten zien dat Amerikanen op een heel verkeerde manier kijken naar wat belangrijk is in het leven. Het is niet meer voldoende om gewoon een baan te hebben en in je vrije tijd leuke dingen met vriendinnen of met je gezin te doen. Je moet bekend, succesvol en rijk worden en de rest moet daarvoor wijken. Qua maatschappijkritiek en de vlotheid van het verhaal is dit echt een super tof boek. En ik kan me zo voorstellen dat deze roman het ook in leesclubs heel erg goed doet. Het boek stipt heel veel interessante punten aan waar genoeg over te discussiëren valt. Toch heb ik ook nog wat kleine kritiekpuntjes. Er zijn bijvoorbeeld veel samenlopen van omstandigheden in het boek die echt veel te toevallig zijn. En ook houdt Reed zich regelmatig informatie achter en wijkt hierdoor van haar structuur af. Gewoon omdat dat daar even beter uitkomt. Kortom, er zijn net iets te veel te doorzichtige kunstgrepen nodig om de spanning op te voeren. Ook vond ik het eigenlijk best raar dat een gebeurtenis uit het leven van Alex terug blijft komen om te tonen hoe racistisch Alex eigenlijk is. Ja, het klopt. Alex is echt batshit crazy. Maar deze bepaalde gebeurtenis die moet aantonen dat Alex evil is, vond ik juist het enige punt waarin ik haar begreep. Maar ja, dat zijn eigenlijk kleinigheden. Uiteindelijk heb ik toch wel echt met volle teugen genoten van dit debuut. Volgens mij heb ik deze echt in een dag uitgelezen. En dat is toch wel vaak een heel goed teken. Ik geef deze roman 3,5 ster en ik kijk zeker uit naar nieuw werk van Reed. Tot zover over deze roman. De volgende keer bespreek ik De Vriend keert terug van Arnold Zweig. Een Duitse klassieker waar onlangs een nieuwe Nederlandse vertaling van verscheen. Hopelijk tot dan. Bedankt voor het kijken. Doei!